Vandaag ga ik jullie de nieuwe collectie van Mrs. Ross laten zien. In deze collectie zitten veel verschillende kleuren. Zoals geel, grijs, roze en donkerblauw. Ben je nou benieuwd geworden naar deze kleurrijke collectie? Kijk dan verder. Hou jij van neutrale kleuren, maar wel een leuk printje? Dan is deze outfit misschien wel wat voor jou. Ik heb een kort trainingsshirt aan met witte en donkerblauwe strepen. Die past superleuk bij deze donkerblauwe rijlegging met full grip. En die heeft een mooie witte strepen aan de zijkant. Nou, ik heb jullie de volgende outfit aangedaan. Ik heb nu een mooie roze vest uit de collectie aangedaan. Deze heeft rosé gouden rits en details op de mouwen. Ook heeft hij mooie glitters hier. Nou, ik heb hem gecombineerd met deze volgrip rijbroek, ook van Mrs. Ross. Bij deze collectie horen ook allemaal accessoires voor je paard. Zoals dit mooie dekje en deze leuke springschoenen. En er is nog veel meer. Ik heb nu even een heel ander setje aangedaan met deze collectie. Dit leuke gele vest met details hier op de mouwen. En daar heb ik deze legging bij aangedaan. Full grip legging. Dit vest is er ook nog in het grijs. En deze details op de mouw zitten ook nog onderaan op de rijbroek. Nou, bij dit vest staat natuurlijk super leuk dit dekje uit de collectie. En er zijn ook nog peesbeschermers en springschoenen. Dus dan heb je helemaal een leuk setje. Dan zijn we alweer bij de volgende outfit. Een superleuke roze lange mouw shirt. Het heeft een heel uniek printje. Nou, hij past super goed op deze zwarte rijlegging met full grip. Omdat de kleuren precies hetzelfde zijn. Nou, dit shirt is er ook nog met korte mouwen. En heeft hetzelfde printje, maar dan in het wit. Nou, in deze collectie van Mrs. Ross zitten ook verschillende wedstrijdshirts. Ik heb voor nu deze even aangedaan. Het is een lange mouwen shirt met mesh mouwen en leuk printje op de bovenkant. En hij heeft glitterdetails. Ben jij nou ook zo enthousiast geworden van deze kleurrijke collectie? Kom dan zeker langs in de winkel of shop het online op de website.